Het is juli 2017 en we gaan vanuit Gorgales een weekje naar het noorden. We beginnen onze reis van ruim 2000 kilometer in Zaragoza. Waar we met de neus in de boter vallen, want er is een middeleeuwse markt. En er worden echte Spaanse gerechten geserveerd, zoals paella, inktvis en spareribs. Er treden verklede groepen op voor de kathedraal en het gemeentehuis. Ook bijbelverhalen worden uitgedeeld. Spanje is uiteindelijk erg katholiek. De bakstenen kathedraal, Nuestra Señora del Pilar, is gebouwd in de 17e eeuw en een van de eerste Mariakerken van het christendom. Ze staat aan het grootste plein van Europa, met schitterende plafondschilderingen van onder andere Francisco Goya. We reizen verder en komen in Pamplona, waar weinig bedrijvigheid is, waarschijnlijk door de hitte, weer 37 graden. Maar dat zal over een week wel anders zijn, want dan zijn er de San Fermín feesten. Iedere ochtend vindt er dan het zogenaamde Encierro plaats, stierenrennen. Duizenden bezoekers komen kijken hoe in 8 dagen tijd 48 vechtstieren en tientallen ossen door de straten worden gejaagd, met alle gevolgen van dien.
Hondarribia aan de grens met Frankrijk is een Baskisch stadje. Het heeft nog een middeleeuwse dorpskern, omringd door een oude stadsmuur. Sí, 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 sí. Bueno, haga la foto, sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Pues sí, y estoy para asegurar que hace años sonó aquí en el Ojo Crítico una banda llamada Porto Novo, del que se han desgajado. Hier staat nog het kasteel van Karel de Vijfde, dat tegenwoordig een prachtige parador herbergt. Wat in Hondarribia direct opvalt, zijn de kleurrijke huisjes met houten balkons. Typische Baskische vissershuisjes. Tegenwoordig zijn daar winkeltjes of restaurantjes in gevestigd. We rijden verder via San Sebastian, Bilbao en Santander naar Oviedo. In het centrum ligt het Park San Francisco en verder lopend zien we de kathedraal van Oviedo en zaakjes die Asturische lekkernijen verkopen. Oviedo is ook de stad van de cider. Er is een lange straat met aan weerskanten enkel en alleen maar siderias. Die zijn bij deze temperaturen, want het is nog steeds boven de 30 graden, niet te weerstaan. Het glas wordt voor je ingeschonken en je moet het in één teug leeg drinken. Dat is de traditie. De ober komt terug om het weer te vullen. Thank you.
centrum zagen we ook een beeld van Woody Allen, die zich hier erg thuis voelde en ook heel veel voor de stad heeft gedaan. De reis gaat verder richting Burgos en we zien onderweg weer wandelwegen naar Santiago de Compostela. Yes, yes. Hola. Van hieruit hebben de mensen nog zo'n 300 kilometer te gaan. En dat is in deze hitte afzien dus. De stad Burgos werd in 882 gesticht onder koning Alfonso de Grote van León. Het is de geboortestad van Rodrigo Díaz de Viva, de beroemde leider van het huurlingenleger, die vanwege zijn overwinning op de Moren in 1060 onder de bijnaam El Cid tot nationale held werd uitgeroepen. Maar Burgos is natuurlijk ook bekend door zijn indrukwekkende gotische kathedraal Santa Maria. Men begon met de bouw in de 13e eeuw in opdracht van koning Ferdinand III, maar was pas 300 jaar later voltooid.
Er is zoveel moois en rijkdom te zien dat het je lang zal heugen. Door het schitterende hooggebergte, de Picos van Europa, rijden we terug naar Rogales aan de Costa Blanca. Onderweg naar het zuiden zien we de bron, de oorsprong van de rivier de Ebro. Op een hoogte van 900 meter in een van de valleien van Peña Labra. Het wordt met zijn 925 kilometer lengte de langste rivier die volledig in Spanje stroomt. Vanuit deze bron hier stroomt ze naar het zuidoosten en baant zich een weg naar Villaros om uiteindelijk uit te monden in de Middellandse Zee.